Zo. Vandaag is het eerste college waarin we afstappen van interpersoonlijke communicatie. Tot nu toe hebben we het eigenlijk alleen maar over communicatiemodellen gehad. Over interpersoonlijke en groepscommunicatie. Communicatie tussen mensen, tussen kleine groepen mensen. Vandaag hebben we eigenlijk een overstap naar massacommunicatie via retorica. Retorica is eigenlijk ook nog steeds interpersoonlijke communicatie. Retorica is de kunst van het overtuigen, de kunst van het redeneren. En natuurlijk, oorspronkelijk is dat bedoeld, was dat bedoeld voor face-to-face overtuiging. Nee, het komt niet voor niets, was het eerste hoofdstuk van Aristoteles. Dat ging over publiek overtuigen, omdat ze in het oude Griekenland dat natuurlijk deden. Op het forum, of hoe het daar ook heette. Elkaar proberen te overtuigen en bijvoorbeeld een argument. Publiek spreken voor een publiek spreker, dus spreken voor een publiek. Maar de kunst van het overtuigen zie je natuurlijk ook terug in reclame. Want reclame is ook eigenlijk de kunst van het overtuigen. En daarom hebben jullie ook de opdracht gekregen voor deze week om een goede en slechte reclame te vinden. En probeer ik ook in deze colleges, dit college, de theorie van retorica te koppelen aan de overtuigingsstrategieën die je in reclames terugziet. En jullie hebben dat al goed gedaan in de opdracht. Ik heb heel veel argumenten teruggezien van goede en slechte reclames. Aan de hand van Aristoteles of ook aan de hand van andere theorieën van Burke en Fisher. Dat gaan we vandaag doen. Ik weet niet of iedereen dat gezien heeft, maar ik heb nog een stukje college ingesproken over expectancy violations theory. Dat staat, als het goed is, op Canvas. Dat is dus omdat ik een paar colleges geleden nogal haast op die theorie heen ging. Dus ik heb dat wat uitgebreider ingesproken en online gezet. Dus laten we beginnen. Oh ja, ja, ik moet nog alleen al even zeggen, maar dat weet iedereen waarschijnlijk wel, dat vandaag voor 5 uur de definitieve versie van het Extended Abstract moet worden ingeleverd. Ik denk dat dat ook de reden is dat ik nu 25 mensen minder in het college heb dan normaal. Houd rekening mee dat die voor 5 uur ingeleverd moet zijn. Oké, retorica. En zoals ik al zei, retorica is dus de kunst van het overtuigen, de kunst van het spreken, de kunst van het publiek spreken. Dat was natuurlijk in het oude Griekenland, is dat ontstaan omdat ze daar een democratie hadden en je daarom moest proberen inderdaad de mensen die mochten stemmen. Dat was natuurlijk niet echt iedereen, het waren geen slaven, het waren geen vrouwen, het waren alleen de mannen van de hogere klasse. Die moest je overtuigen van je argumenten door welsprekend te zijn. Toch een beroemd verhaal dat een van de leiders van het oude Athene, Demosthenes, die werd geboren en die had een spraakgebrek, die had een lispel. En er werd tegen hem gezegd, je zal nooit kunnen redeneren. Het mythe gaat dat hij met een storm naar de kust toe ging en dan tegen de storm in ging schreeuwen met zijn mond gevuld met kiezels om te leren spreken en te leren redeneren. En hij werd later dus een van de stadsbestuurders van Athene ten tijde van de Eerste of Tweede Perzische Oorlog. En dat was dus in de oude Griekenland heel belangrijk en eigenlijk tot en met nu is retorica heel belangrijk. Het is wat politici, wat je politici heden ten dagen ziet gebruiken als argument. Sommigen zijn er heel goed in, anderen iets minder goed. Bij Geert Wilders, wat je ook van hem mogen vinden, is denk ik degene die de retorica het best beheerst van alle politici, misschien samen met Sigrid Kaag, die het ook aardig doet. Maar Geert Wilders is er wel heel goed in om het publiek te bespelen. En retorica heb je dus nodig om mensen te overtuigen. Het voorbeeld dat je hier ziet van Thank You for Smoking is een voorbeeld van een film. Het is al een wat oudere film. En die gaat over de man en die is de voorlichter van het tabakslobby. Dus die werkt voor het tabakslobby om mensen te overtuigen om te blijven roken of niet. Of te gaan roken. Het is een hele foute film,
Maar ik kan hem je echt zeker aanraden, omdat het echt sowieso een leuke film. Maar het is ook een hele goede film, omdat je heel goed kunt zien hoe retorica en wat voor trucs hij gebruikt om zijn punten over te brengen. Is goed. Aristoteles, dat is degene die daar als eerste, dat de kunst van retorica heeft opgeschreven in 3 boeken. En de titels van die 3 boeken zijn ook gelijk de 3 grondbeginselen van de retorica: logos, ethos en pathos. Logos is de inhoud, ethos is de spreker, de geloofwaardigheid van de spreker. En pathos is overkomen, of je overkomt op het publiek, is inspelen op de emotie. Dat hebben we ook in veel van die reclames teruggezien. Retorica draait dus om het publiek. Retorica is niet dat je zelf nadenkt over wat een goed verhaal is. Retorica is dat je nadenkt over wat het publiek een goed verhaal vindt. Dus we zullen dat later nog terugzien in reclames die goed of slecht zijn. Dat het dus niet alleen is dat jij een goede reclame vindt, of dat jij iets een slechte reclame vindt, maar dat je nadenkt over wie is het publiek van een reclame, wie is het publiek van degene die je probeert te overtuigen, en is het voor het publiek een goed verhaal. Dus de retorica is echt gebaseerd op transactionele communicatie. Dus niet alleen zender en ontvanger, maar het gaat er echt over dat je moet proberen om het shared field of experience, daar heb je weer, om dat op te zoeken. Dus om te kijken naar hoe kan ik aansluiting vinden op mijn publiek, zodat het publiek overtuigd wordt van mijn verhaal. En niet alleen door de inhoud, maar ook doordat het publiek mij vertrouwt. Doordat het publiek ook het idee heeft dat er een shared field of experience is. Dus communicatie is transactioneel en bij retorica houdt het in dat je een analyse moet doen van het publiek. Je moet het publiek overtuigen, het shared field of experience opzoeken. Staat het publiek bepaald het onderwerp en het doel van een speech? Dat is natuurlijk niet helemaal zo, want je hebt zelf een idee. Maar je moet het publiek al betekent dat je het publiek altijd in oog moet hebben om te bepalen wat voor argumenten je moet gebruiken en hoe je je boodschap moet inkleden. Dat is eigenlijk de manier waarop. Dus er zijn 3 vormen van retoriek. En volgens mij is het voor de meesten wel duidelijk, omdat de meesten vind ik dat in de opdracht ook gebruikt hebben om de reclames uit te leggen. In hoeverre reclames ethos, logos, pathos bevatten. Kort gezegd, ethos is dus inderdaad geloofwaardigheid. En de reclame die daarbij hoort is de George Clooney en Espresso. Voor mij loopt die campagne al lang niet meer, maar het is nog steeds het voorbeeld van geloofwaardigheid. Omdat George Clooney, wie hij is, hoe sophisticated hij overkomt, gewoon heel erg goed past bij Espresso. En ze hebben dat geprobeerd met andere acteurs, maar toch komen ze steeds weer terug bij hem, omdat hij het beste bij het merk past. En dus als hij het zegt, komt het geloofwaardig over. Dus dat is geloofwaardigheid. Logos is logica en argumenten. Dat hoeven dus niet altijd goede argumenten te zijn, als ze maar goede argumenten lijken. Dus bijvoorbeeld 5 jaar op rij de beste supermarkt in groente en fruit, is een voorbeeld van logica. Dat is een logisch argument waarom je bij een Lidl zou moeten kopen. En tenslotte pathos, van puur het inspelen op emoties. Zoals het paasje hondje van het wc-papier vroeger. En ook heel veel van jullie hebben als voorbeeld van een goede reclame de campagne van de staatsloterij genomen. Je had Fraggle en nu Frummel? Is het Frummel? Nou, voor mij is het Frummel. Als voorbeeld van een reclame die echt emotie oproept. En de reclame die ze vorig jaar hadden, die paste er dan net niet bij, want dat was net niet het goede diertje om emotie op te roepen. Wie was het vorig jaar ook alweer? Was dat er? Dat Frek op Frummel en vorig jaar was er eentje die niet aansloeg. Omdat hij niet, met te weinig identificatie. Dus als iemand het weet, moet je het even zeggen in het chat. Niemand? Oké. Dan beginnen we met ethos, om het iets duidelijker uit te leggen. Dus ethos is de geloofwaardigheid van de spreker. En dat is dus altijd bezien vanuit het perspectief van de audience.
Las ik zojuist nog een voorbeeld van een slechte reclame die ik niet ga laten zien, omdat het ook een zwaar racistische reclame is. Maar een reclame voor wasmiddel in China. En daar zie je een donkere man wordt in de wasmiddel, in de wasmachine, zwarte man, sorry, wordt in de wasmachine gedaan en die komt eruit als een Chinese of blanke man. Het is natuurlijk waanzinnig racistisch en het is ook een waanzinnig slechte reclame. Maar in die opdracht werd al gezegd dat die reclame een hele slechte reclame is, en tussen haakjes buiten China. En dat is denk ik een belangrijk punt, want het is misschien, dus dat misschien iets werkt die binnen China juist wel, ik denk het ook niet. Maar je moet dus altijd het juiste audience in oogschouw nemen, dus de ontvangers in oogschouw nemen en nadenken of iets vanuit hun point of view geloofwaardig is. Dus dat betreft geloofwaardigheid. Er zijn dus drie dimensies van geloofwaardigheid. Ten eerste heb je perceived intelligence, dat zo heet het officieel, maar dat is misschien niet het juiste woord. Perceived intelligence gaat echt meer over credibility. Dus dat degene die dat boodschap overbrengt, ook gezien wordt als een expert op het gebied waar hij van probeert te overtuigen. Het beste voorbeeld heb ik nu volgens mij één keer gezien. Vind ik nog steeds Hertog Jan. Gaan we even laten zien. Momentje hoor, dan moet ik mijn computergeluid natuurlijk nog Shazam. It's got to be perfect. It's got to be worth it. Yeah. Too many people take second best, but I won't take anything less. It's got to be, yeah, perfect. It's got. Zou ik niet jullie deze nog kennen? Hij is al vrij oud. En het leuke was dat er was een tv-programma, ik weet niet waar, of zo, ben ik niet precies meer. En die wilde er achteraan gaan waar die mensen in die reclame nou vandaan kwamen, want die geloofden er geen snars van. Maar het bleek dat al die mensen in die Hertog Jan reclame ook echt bij Hertog Jan werkten. Dus die man die je zo ziet met dat hop in dat bier doen, dat is ook echt degene die dat bij Hertog Jan doet. Dus het waren mensen met een hoge geloofwaardigheid die in die reclame zaten. En je ziet het ook tegenwoordig terug bij influencers. Dus de hele reden dat influencers nu zo populair zijn als endorsers, dus als aanbevelers van producten, is omdat influencers vaak een hoge mate van credibility hebben. Niet allemaal, want veel van jullie is ook Kendall Jenner gebruikt als voorbeeld. Maar bijvoorbeeld in fitness influencers of beauty influencers die producten aanprijzen waar in, binnen hun niche, weet je, dus die een of andere shake aanprijzen of make-up, dat wordt over het algemeen gezien als redelijk geloofwaardig. En daarom zijn die reclames met of die producten die influencers aanbevelen in hun posts of hun vlogs ook vaak redelijk effectief. Als je niet zeker weet dat ze daar echt werken, is het dan toch geloofwaardig. Ja, dan is het toch geloofwaardig, omdat ja, je gelooft George Clooney ook nog steeds. En die werkt ook echt niet bij Nespresso. Maar het komt gewoon betrouwbaar over. Nee, het is echt iemand, als George Clooney zegt dat jij die koffie moet drinken, dan denk je van ja, dat is iemand. Tenminste, ik drink ook die koffie en ik hoop ook een keer zo te worden zoals George Clooney. Dus ik vertrouw hem. Ik denk dat hij goede smaak heeft wat koffie betreft. En bovendien trouwens, ik kijk ook tegen hem op. Dus hij is voor mij ook een moral character. Dus het kan nog steeds geloofwaardig zijn, zelfs al weet je zeker, als je zelfs al weet je niet zeker of ze daar echt voor werken. Ja.
Dus het is echt perceived credibility. Dat het voor jou maar goed overkomt. Dus credibility, vertrouwen en expertise, dat is één. Het tweede is een moral character. Dat is de tweede dimensie van geloofwaardigheid. Dus dat je denkt dat de persoon echt een goed en eerlijk persoon is. En dat hij een morele, of sowieso een autoriteit is. En dat je daarom iets van die persoon aanneemt. Dat is iets anders dan expertise. Dus expertise is echt dat een persoon een expert is. Maar moral character is echt dat je tegen iemand opkijkt. Dus dat, om maar weer op die influencers terug te komen. Bijvoorbeeld heb onderzoek gedaan naar de effectiviteit van influencer reclame samen met Loes Jansen. En wij vinden dus echt dat zowel betrouwbaarheid en of expertise en vertrouwen, als inderdaad dat je tegen iemand opkijkt, dat je met die persoon identificeert en graag zoals die persoon wil zijn, dat het allebei bijdraagt aan de effectiviteit van reclames die influencers maken. Dus dat zijn twee aparte dimensies, dus vertrouwen en expertise en dat moral character. Dus dat is de tweede dimensie. En de derde dimensie van ethos van geloofwaardigheid is de goodwill. Dus dat is dat die persoon er ook echt het beste met je voor heeft. Dus de intentie die hij heeft tegenover de ontvanger van de boodschap. Dus hoe bereik je dan geloofwaardigheid? Nou, er zijn heel erg veel verschillende tactieken om die geloofwaardigheid te bereiken. Een leuk voorbeeld vind ik altijd als je naar Amerikaanse presidentscampagnes kijkt. Hier zie je Trump met een bouwhelm op bij zo'n rally ergens in het Midwest van de Verenigde Staten. Waar ook heel veel fabrieksarbeiders zijn, dan heeft hij een helm op. En dan denk je, ja, Trump, maar iedereen doet dat. Echt elke presidentskandidaat doet dat. Die probeert dus dat shared field of experience te vergroten. Die probeert dus geloofwaardig over te komen door een bouwhelm op te doen. Je ziet ook vaak dat ze dat als ze in een bepaalde staat zijn, met een bepaald accent, dan zie je die presidentskandidaten ook heel vaak dat accent toepassen. Dus zijn ze in Texas, dan zeggen ze howdy, enzovoorts. Dus je doet dat, ik zat van beantwoord. Maar je probeert dus dat shared field of experience te vergroten door inderdaad je boodschap te framen. Dat is het tweede punt, door inderdaad van bouwhelm op te zetten. Door taalaccommodatie, weet je, door je accent, door je non-verbale gedrag, wat dan ook aan te passen aan het publiek. En een leuk voorbeeld ervan, als je nadenkt, nou, doen we dat nou echt? Dan denk dan maar eens aan online dating of aan een date. Als je die persoon leuk vindt, dan ben je echt continu bezig met geloofwaardig en betrouwbaar en leuk over het algemeen over te komen. Dus als iemand dan iets zegt van, nou, ik hou heel erg van vissen, en je hebt er helemaal niks mee, dan ga je toch proberen te accommoderen naar die persoon toe. Dan ga je toch proberen iets te vragen of te zeggen van, oh ja, nee, ik heb vroeger ook wel eens een keer gevist of zoiets. Alleen maar om te proberen dat shared field of experience te vergroten. De vraag is influence dan een voorbeeld van een moral character? Ja. Like, als je denkt aan Kendall Jenner of aan Femke Louise of zo, dan denk je misschien niet direct aan een moral character. Maar dat zijn ze wel. Ze zijn een voorbeeld voor veel van hun volgers. Dus die kijken tegen ze op en die kijken naar die influencers om te bepalen hoe ze zichzelf moeten gedragen. Dus voor een flink aantal mensen is een influencer inderdaad een voorbeeld van een moral character. Klinkt dat logisch of denken jullie van dat is echt volledig flauwekul? Want hebben jullie bepaald? Hebben jullie wel eens iets gekocht op basis van iets wat een influencer aanprees? Ja, ik ook.
Dus op een of andere manier werkt het toch, hè? Dus, dus je moet maar nagaan waarom je dat doet. Bij. Dus ja, die kortingscodes zijn verleidelijk inderdaad. En wat ik trouwens ook, wat ik graag nog eens een keer zou willen onderzoeken voor een scriptie of een bachelorproject in een research seminar of zo, is die kortingscodes en ook de directe koppeling aan een shop. Dus de, dat je tegenwoordig in veel winkels op Instagram, dat je direct naar het product kan gaan en het aan kan schaffen, zeg maar nog binnen Instagram. Dat heeft mij ook wel een paar keer overtuigd om iets te kopen. Dus ik zou daar het effect wel eens van willen onderzoeken. Maar dat gaat een beetje voorbij aan geloofwaardigheid. Dus dat was geloofwaardigheid. En op je tweede is het gebruik van logica en argumentatie. Dat is logos. En het belangrijke... Sorry. En die hoeven niet per se eerlijk te zijn. Het zou pas een bovenlied die zijn volgers opgezet met een soort afvaldrankje. Maar hij valt dus ook onder een moral character. Ja, nou dat is... Dat, ja. Weet je, dat is het precies. Het is niet waarschijnlijk nu niet meer. Maar de enige reden dat zo'n influencer mensen op kan lichten met zo'n afvaldrankje... is omdat hij als een moral character wordt gezien. Als hij niet als een moral character zou worden gezien onder zijn volgers... dan zouden ze nooit het afvaldrankje kopen. Maar blijkbaar hebben veel mensen dat dus wel gedaan. Ik heb die aflevering zelf niet gezien hoor. Maar ja. Dus er zijn twee betekenissen van moreel. Hè. Dus moreel is dat je een goed persoon bent. Dat is niet de betekenis die het hier heeft. Dus moreel, ja, staat wel goed en eerlijk persoon. Dus het gaat, maar het is dus een goed en eerlijk persoon vanuit het oogpunt... van degene die influencer of die zender probeert te beïnvloeden. En dat hoeft niet noodzakelijk te zijn, hoeft niet noodzakelijk hetzelfde te zijn als wat de samenleving een goed persoon vindt. Dus het gaat echt altijd vanuit het perspectief van die audience. Alhoewel dit soort dingen dus niet handig is. Hè? Dus als, wat je ziet ook vaak dat als influencers, als die reclame maken buiten hun expertise... Dus ik gebruik in mijn presentaties wel eens voorbeelden van Gaby Blazer. En dan zie je echt Gaby Blazer zie je met Doritos op de bank, met pizza's op de bank, met een milkshake op de bank, met chips op de bank. Oh ja, dat kan gehad, maar... Dus die is heel veel producten aan het aanprijzen, waarvan je echt van een kilometer afstand ziet van ja, er is no way dat jij daar één hap van neemt. En dat is natuurlijk niet handig, want ten eerste word je dan niet echt gezien als expert. Dus het is minder, je raakt dan dus minder aan die perceived credibility, die perceived intelligence. En dus ook minder als moral character, omdat mensen denken van ja, ik doe het voor het geld in plaats van omdat jij echt achter het product staat. En dat is ook belangrijk voor reclame, zo niet alleen voor influencer reclames. Dat je echt iemand gebruikt als je een beroemdheid wil gebruiken die echt aansluit op het merk. En niet die niet duidelijk alleen voor het geld doet of niet er geen verstand van heeft. En dat zie je dus heel duidelijk terug. Dat is wel een leuk voorbeeld. Dan stop ik er echt mee. Dat heel veel van jullie hebben aangegeven dat die Pepsi-reclame van Kendall Jenner... naar aanleiding van die protesten en dat ze dan een blikje cola aan zo'n politieagent aanbiedt. Dat het een voorbeeld is van een slechte reclame. En dat heeft, zoals veel van jullie ook hebben gezegd, inderdaad, echt inderdaad te maken met die morele autoriteit. Weet je? Dus zij is wel een influencer en ze heeft een bepaalde moral authority, maar niet op het gebied van Black Lives Matter en dat soort dingen. Dat ging echt te ver, waarmee haar moral character voor haar volgers werd ondermijnd. Dus dat is een goed voorbeeld van hoe het aan moet sluiten. De kenmerken van de spreker of van degene die ze dan gebruiken moet aansluiten op de kenmerken van het publiek en van het product. Oké, genoeg over ethos. Logos. Logos gaat dus echt over de inhoud, over de argumenten.
En het belangrijke hier is dat het ook niet draait om goede argumenten, dus dat het ook niet voor de buitenstaander echt met wetenschappelijk moet kloppen. Het gaat erom dat het een goed argument lijkt. Dus dat het publiek het ziet als een goed en logisch argument. Weet je, dus als Thierry Baudet zegt tegen zijn volgers, corona is niet echt en er zijn niet meer doden gevallen met een of andere figuur bij wat nergens op slaat, dan kan ik wel vinden dat het nergens op slaat. Zolang zijn degene die hij probeert te overtuigen maar denken dat het ergens op slaat, dat het een goed argument is. Dus zolang het voor die mensen een logisch argument is, is het logos. Dus kortom, logos is niet zuivere logica altijd. Logos is ook weer of het argument goed klinkt voor het publiek. En dat kan je met veel verschillende dingen doen. Je kan dat doen met het opbouwen van argumenten via een bepaalde stijl. Het gebruik van stijlfiguren en drogredenen. Weet je, zoals jullie vinden toch ook allemaal dat soort redenen. Of als we dit gaan doen, dan gaan we dat ook doen. Van die glijdende schaalargumenten. Of inderdaad appeal to common sense, dat is eigenlijk wat ik net zei. Van iedereen vindt dat. Dat behoort allemaal tot, dat zijn allemaal artistieke elementen die je kan inbouwen in je argumentatie, waardoor het argument goed overkomt. Dus dat is een artistic proof. Dat zijn dus elementen qua delivery, dus hoe je een boodschap brengt, die ervoor zorgen dat die boodschap logisch lijkt. Dat is artistic proof. Dus denk aan stijl, de manier van brengen. In artistic proof, dat is echt de logica. Dat is echt de logische opbouw van argumenten. Weet je, alle koeien staan in de wei, dit is een koe, dat soort argumenten. Maar ook weer vanuit het perspectief van het publiek. Dus er staan hier een aantal filmpjes bij voor een filmpje tegen vaccinaties en waarom je mensen niet moet vaccineren tegen corona. Een filmpje over Flat Earth en waarom de aarde plat is. En dat is echt je rijste flauwekul. Maar voor het publiek, wat ze proberen te overtuigen, werkt het wel goed. Dus je ziet het als je dit... Ik ga helemaal eigenlijk niet op klikken hier, maar vooruit. Ik gun die mensen geen hit. This is from the CDC's own website. This is how they lie to you. This is how they are deceptive. Okay? You will see that they give you a graph on the incidence of hepatitis A by year in the United States from 1979. And you see it at lowest point, roughly 1990. Kijk, en zo gaat het dus door. Er worden allemaal grafieken getoond en er wordt allemaal uit zijn verband gerukt. Maar dat klinkt logisch. Weet je, je ziet allemaal grafieken en figuren en het ziet er heel wetenschappelijk uit. Dus het lijkt een hele logische redenatie. Maar het leuke is dat het vaak nergens op slaat. Om nog één voorbeeld te geven. Dit figuur. Tenminste de linkerkant, werd getoond als een diagram van een COVID-19 5G-chip. Weet je, dus als je inlaat en dan maak je contact met die chips. Maar het bleek uiteindelijk het stroomdiagram van een pedaal van een gitaar te zijn. Maar dat maakt niet uit, als het maar logisch overkomt. Ja, dus een appeal to reason is zoiets als iedereen vindt dat. Zo'n bepaald stijlfiguur waarin je probeert in te spelen op wat mensen logisch vinden. Dus inderdaad, u vindt toch ook dat. En dan een argument erachter. En die logische argumenten, dat in artistic proof, dat zijn dus vaak van die deductieve argumenten. Weet je, alle Fransen houden van rode wijn. Pierre is een Fransman, dus Pierre houdt van rode wijn. Dus dat is een deductief argument. Dat is opgebouwd met bouwstenen met een logische conclusie tot gevolg. Dus dat is een logische
Dus dat is een logisch argument. Zoiets is trouwens ook een bekende reclamestrategie. Hè? En ook een bekende strategie die ze in films gebruiken, maar vaak ook in reclames. Vaak is zo'n argument, zo'n logisch argument, opgebouwd met een major premise. Alle Fransen houden van rode wijn. Dus iets wat algemeen geldend is. Dan een minor premise, dat is een specifieke case. Pierre is een Fransman. Pierre is een Fransman, is specifieker dan alle Fransen houden van rode wijn. En de conclusie daaruit, als je die twee weet, alle Fransen houden van rode wijn, Pierre is een Fransman, dus Pierre houdt van rode wijn. Dat derde is het argument afmaken. Maar eigenlijk als je die eerste twee hebt, kun je zelf dat argument afmaken. En dat wordt dus ook vaak gebruikt in reclames, want als je dat argument zelf afmaakt, dan vul je, je vult het dan zelf in. En daardoor voel je jezelf slim en ga je nadenken over het onderwerp. Dus je ziet, in een reclamestrategie zie je inderdaad soms vaak terug dat je een bepaalde opbouw in een reclame ziet. En dat je dus zelf de laatste invulling moet maken. Waardoor je zelf na gaat denken over de reclame. En volgens mij volgende week nog wel een voorbeeld van. Ik ging de verkeerde kant. Maar belangrijk is dus dat er twee soorten logica zijn. In artistic proof is echt de logica de opbouw van argumenten. En artistic proof is de manier waarop je zo'n argument inkleedt, zodat het een goed argument lijkt. En zo'n inartistic proof, zo'n logisch argument, bouw je dus op volgens een deductieve redenering. Die bestaat uit verschillende bouwstenen, zo'n logische redenering. Die bouwstenen noemen we syllogismen. En vaak bestaan die bouwstenen uit één setje bouwstenen. Dus één setje redenatie die wat algemener geldig is. En dat noemen we de major premise. Eén setje die wat specifieker is, de minor premise. En daaruit trek je dus een conclusie. Dus bijvoorbeeld, wat ze ook gebruiken, VVD en zo, en PVV, is dat er meer en meer asielzoekers uit Noord, of meer en meer mensen uit Noord-Afrika ons asiel willen aanvragen. Dat asielzoekers, dat is dan de major premise, dat is algemeen. Dan een specifieke situatie is, als asielzoekers hier komen, krijgen ze voorrang op de woningmarkt. Dat is de minor premise, dat is een specifieke situatie. Het logische argument is dus voor andere mensen dus geen plek op de woningmarkt. Dus zoiets is ook een voorbeeld van logische redenering. Waarmee ik niet wil zeggen dat dit klopt, hè? Maar het is een argument dat volgens de logica is opgebouwd. Nou, je hebt heel veel van die stijlfiguren en manieren waarop een argument logisch kan lijken. Maar wat niet logisch, wat niet per se klopt. Dus dat zijn van die stijlfiguren. Dus stijlfiguren en retorische technieken gebruik je als artistic proof om een argument goed over te laten komen. En je hebt er heel veel. Deze die op de slide staan hoef je niet te onthouden voor het tentamen. Daar ga ik niets over vragen. Maar ik vind het altijd wel leuk om het even te laten zien wat voor manieren er zijn die je kan gebruiken om goed over te komen en om het te laten lijken alsof je een goed argument hebt. Je hebt er heel veel, weet je. Dus van die zo'n illusion is een kop voor de tak, crooked Hillary, dat soort manieren om iets of iemand steeds samen te zeggen met een negatief iets, waardoor die twee met elkaar in verband komen. Slippery slope, de derde. Als we abortus toestaan, kunnen we net zo goed moord legaliseren. Als we hier een windmolen plaatsen, staat ons hele mooie landje straks vol met windmolens. Nou, dat soort dingen. En zo heb je er een heleboel. En dat soort dingen, dat klinkt logisch, maar het is niet logisch. Het zijn geen logische argumenten. Het zijn stijlfiguren.
Dus artistic proof is de manier waarop je iets inkleedt. Dus de manier waarop je een boodschap brengt. Waardoor het logisch overkomt. Een inartistic proof is echt de logische redenatie. Met logische argumenten. Dat is het tweede. Het derde argument, of de derde dimensie van retoriek is pathos. Dus ethos, logos en pathos. En dat is inspelen op emoties. Dus dat is het vertellen van een verhaal, waardoor je een goed gevoel krijgt of een slecht gevoel, afhankelijk van wat je wil overbrengen aan het publiek. Dus gewoon puur inspelen op de emotie. En een aantal van jullie hebben dat voorbeeld ook gegeven. Maar Disney is daar echt meester in. Die kunnen dat supergoed. Dus dit voorbeeld was ook in een opdracht. Even laten zien. Impossible dream to fight the unbeatable foe. To bear with unbearable sorrow. To run when the breakdown of gold. To ride the unrideable road. To love pure and chased from afar. Zo, dus hier zit heel veel in. Hè? Er zit ook een bepaalde opbouw in van het verhaal, een bepaalde redenatie. Maar het belangrijkste is dat je een heel goed gevoel krijgt van de reclame. En dat goede gevoel wat je krijgt vanwege de reclame zelf, dus afstraalt op het product wat ze proberen aan te prijzen. Dus in dit geval Disneyland Parijs. Volgende week, als we het gaan hebben over reclame en reclamewerking, dan komen we daar nog op terug. En dan zie je dat die emoties heel vaak gebruikt worden, inderdaad. Als reclamewerkingsmanier. Als overtuigingsstrategie in reclames. Maar weet je, afhankelijk van wat voor boodschap je wil overbrengen, hoeft het niet altijd een goed gevoel te zijn. Hè? Dus je kan ook inspelen op boosheid, verontwaardiging, vreemdelingen, haat, patriotisme. Dat kunnen allemaal emoties zijn die je wil opwekken in je publiek, in je overtuiging. Dus het hoeft niet alleen positief te zijn. En er zijn heel veel manieren om die emoties op te roepen. Je ziet het bijvoorbeeld in de manier waarop camera's gebruikt worden. Of een paar colleges nog iets verder over hebben als we het gaan hebben over framing. Dus dat je door middel van camerapositie eigenlijk al een beetje de emotie kan bepalen. Dat je het vaak ziet aan het beeld. Weet je, dus dat een beeld van een film heel donker is of juist fel gekleurd. En dan heb je eigenlijk allemaal verschillende strategieën die je kunt gebruiken om een bepaalde emotie op te roepen. En die filmpjes die je hier ziet zijn twee, het zijn wat langere filmpjes, dus je kan ze niet laten zien. Maar het zijn twee voorbeelden van manieren waarop je emotie kunt oproepen door een bepaald camera standpunt of een bepaald beeld. Dus dat zijn de drie vormen, de drie voorbeelden van retoriek. Geloofwaardigheid, logica, argumentatie en emoties. Ik heb nu al wat voorbeelden gegeven, dus ik ga even deze niet laten zien. Anders kom ik ook in tijdnood. Die van I Love, die kan ik misschien zo nog even laten zien. Dus dat is het eerste. Het tweede belangrijke wat Aristoteles heeft bijgedragen aan retoriek. Zijn de principes van retoriek. Hij noemde dat de canon. Niet een kanon, maar een canon.
Dus dat zijn vijf principes waar je aan moet voldoen als je een verhaal op een goede manier wil brengen. Dus waar moet een boodschap aan voldoen? Of waar moet je rekening houden met het creëren van een boodschap om te zorgen dat zo'n boodschap overkomt op de manier waarop je hem wil laten overkomen? En dat zijn er vijf, waarvan er vier voor ons belangrijk zijn. Memory slaat... Ik zag dat veel mensen in de opdracht memory hadden geïnterpreteerd als dat de ontvanger in staat is om de boodschap te onthouden. En dat vind ik eigenlijk wel een goede benadering. Maar in principe gaat het erom, memory in de eerste instantie bij Aristoteles, dat het de manier is waarop jij de boodschap kunt onthouden. En daarna ook kan brengen. Nee, ik weet niet of jullie dat nog dat weten of gehad hebben op de middelbare school bijvoorbeeld, maar als je Homerus leest of Virgilius of zo, zo'n Romeinse of Griekse dichter, dan is dat ook opgebouwd, het rijmt niet, maar het heeft een bepaald patroon. Dus, elke dichtregel heeft een bepaald ritme. Dat is gewoon kort, kort, lang, dus dan, 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 dan. En dat heeft dat ritme omdat het makkelijk onthoudt. Dus je kan het op die manier voordragen, maar je kan het ook door het ritme onthouden. En dat is een deel van die memory component. Dus het kunnen onthouden van je boodschap om het daarna uit te dragen. Goed, dat is één. Maar je hebt er nog meer, je hebt dus nog vier van andere principes. Dus waar je moet voldoen om een boodschap te kunnen brengen. Dus om iemand te kunnen overtuigen. Dus ten eerste heb je nodig inventions. Dat is de informatie en kennis die de spreker heeft om je boodschap verwerkt. Dus inartistic proof. Dus dat is de constructie van relevante argumenten. Dus het hoeft niet altijd goede argumenten te zijn. Je kan een hele hoop kul argumenten en foute grafieken gebruiken. Maar invention gaat echt om de constructie van argumenten om je boodschap logisch in elkaar te zetten. Dus dat is invention. Dus invention raakt aan inartistic proof. Arrangement is de structuur die je in een boodschap brengt in de vorm van een introductie, een midden en een eind. Dus denk aan een episode. Dus hoe doe je dat nou? En wat je vaak ziet is dat je, als je een overtuigende boodschap brengt, is dat je in het begin speel je in op de pathos en de ethos. Als je begint met een boodschap, wil je in de eerste instantie een bepaalde emotie oproepen, geloofwaardig overkomen. Dan in het midden zit vaak de logica. En aan het eind zit nog een keer de emotie om je boodschap goed af te sluiten. En dat is een bepaalde manier waarop je een boodschap in kunt richten, waardoor die goed overkomt. Dus dat is arrangement. Style and delivery, dat is artistic proof. Dus dat is de manier waarop je argument inkleedt door je op een bepaalde manier te uiten. Dus stijl gaat echt over het gebruik van taal om je idee op een bepaalde wijze uit te drukken. Dus metaforen, stijlfiguren, framing van een boodschap. Ik zag laatst Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Die werd geïnterviewd over euthanasie. Die zegt dus niet, wij zijn tegen euthanasie, want tegen klinkt slecht. Hij zegt, nee, we zijn voor betekenisvol ouder worden. Hij is natuurlijk tegen euthanasie, maar betekenisvol ouder worden klinkt een stuk beter dan als je zegt, ja, ik ben tegen euthanasie. Net zoals mensen zeggen die voor euthanasie zijn, die zeggen niet van, ja, we willen dat iedereen zelf dood moet gaan, maar we zijn voor zelfbeschikking. En het klinkt beter. Dus in Amerika heb je ook het abortusdebat. En daar zeggen mensen die tegen abortus zijn, niet dat ze tegen abortus zijn, maar die noemen zichzelf pro-life. En mensen die voor abortus zijn, noemen zichzelf pro-choice. Dat klinkt toch altijd beter dan
voor babymoord. Trouwens, sowieso voor abortus. Maar je hebt dus verschillende mensen die tegen abortus zijn, noemen dat dus babymoord. Dus dat is de manier waarop je dat dus inkleedt. En afhankelijk van de kant waarin je staat, noem je het pro-choice, of noem je het babymoord, of noem je het pro-life, of noem je het tegen abortus. Dat is de manier waarop je het inkleedt op een taal. En delivery is dan de non-verbale presentatie van de spreker. Dat is de manier waarop je een boodschap non-verbaal inkleedt om je argument over te dragen. Zo'n twee leuke voorbeelden daarvan vind ik Trump's taalgebruik. Kom ik zo terug. Trump's taalgebruik. En dan zie je dat hij een hele standaard manier heeft om taal te gebruiken om zich uit te drukken. Dus ik zal een heel klein stukje laten zien. But isn't it un-American and wrong to discriminate against people based on their religion? But Jimmy, the problem, I'm for it, but look, we have people coming into our country that are looking to do tremendous harm. You look at look at Paris, look at what happened in Paris. I mean, these people, they did not come from Sweden, okay? Look at what happened in Paris. Look at what happened last week in California with you know, 14 people dead, other people going to die, they're so badly injured. I mean, we have a real problem. There's a tremendous hatred out there. And what I want to do is find out what, it, you know, you can't solve a problem until you find out what's the root cause. And I want to find out what is the problem, what's going on. And it's temporary. I've had so many people call me and say thank you. Now, if you remember when I did that a week ago, it was like bedlam. All of a sudden, and you watch last night and you see people talking. So I thought it would be illuminating to look at a Trump answer to a simple question. In this case, Jimmy Kimmel asking Trump whether or not it's wrong to discriminate against people based on their religion, referring to Trump's proposal to temporarily ban all Muslims from entering the United States. This 220-word, exactly one-minute answer displays, I think, a range of the things that Trump uses all the time in his speech. The first thing to note is how simple this language is. Of the 220 words, 172, or 78%, are only one syllable, and often they come in a rhythmic series like a volley of jabs ending with one of his buzzwords. We have to get down to the problem. 39 words. Dus Trump, die spreekt echt vrij makkelijk Engels. Er zijn heel veel eenlettergrepen woorden. Hij zorgt er ook voor dat hij op het eind van een zin altijd hetgene zegt wat het belangrijkste lading heeft. Badly injured. We have a problem. People are going to die. People are dead. En dat klinkt misschien simpel, maar het is wel de manier waarop hij een heel groot deel van het Amerikaanse publiek weet te overtuigen. Dus hij heeft een bepaalde manier van style en delivery die heel goed aansluit op zijn publiek. En dan denk je, Trump. Maar dit, Obama's Amazing Grace, is Obama die exact hetzelfde doet. Die zie je dan, vanwege de tijd ze niet laten zien, maar je ziet Obama in de eerste instantie praten in het Witte Huis, waarin hij heel correct Engels spreekt, dus eigenlijk een beetje blank Engels. En dan zie je hem bij die Amazing Grace speech, zie je hem bij een zwarte universiteit, zie je hem, volgens mij neemt hij een eredoctoraat in ontvangst of zo, en daar zingt hij een gebed. En je ziet als een non-verbale presentatie dat ze manier van Engels spreken opeens heel anders wordt. Hij krijgt een heel ander en wat donkerder accent. En doet dat deels bewust en deels onbewust, omdat hij graag wil aansluiten op zijn publiek. Dus hij deed hetzelfde. Dus kortom, iedereen doet datzelfde. Oké, tenslotte een vraag. Is dat niet artistic proof? Is invention niet een artistic proof? Nou, invention is echt altijd de logische boodschap. Hè? Dus als ik zeg van, ja, als jij je inlaat enten met het coronavaccin, dan zitten daar chemicaliën in waarmee je in de gaten gehouden kan worden.
via 5G-masten. Dus Nederland wordt steeds meer een dictatuur. Dan zijn dat inhoudelijke argumenten. Het slaat nergens op wat ik net zei. Je kan op elk punt van wat ik zeg, kun je 10 argumenten verzinnen waarom het niet zo is. Maar het is wel een logisch argument. Dus het is inartistic proof en niet artistic proof, want het gaat niet over de manier waarop ik het breng. Wat moeten we nu onthouden bij memory? Het onthouden van de boodschap. Yep. Ja. Ik stel voor dat we even... Sorry, was het delivery artistic? Nee, delivery is artistic proof. En delivery is een non-verbale manier van praten. Heeft niets te maken met de inhoud van je boodschap. Als ik zeg 1 en 1 is 2, is dat exact hetzelfde als ik zeg 1 en 1 is 2. Dus dat is een artistic... dat is een artistic punt. Zullen we heel even pauze houden, 5 minuutjes? Dan ga ik even naar het toilet. En dan gaan we daarna verder met dramatisme van Burke. Dus ga ik even naar het toilet, hebben we 5 minuten pauze. En dan ga ik tijdens de pauze reclames laten zien die jullie hebben uitgekozen.
heb me bedacht. Ik ga toch geen reclames laten zien. Ik wil nog een vraag aan je stellen. Nog even via een poll. We hebben het erover gehad, een docent onderling. Van mij is jullie in misschien andere vakken ook al gevraagd. Maar mocht de stijging van het aantal coronabesmettingen niet doorzetten en mochten we dus nog versoepelingen krijgen aan het eind van deze maand, volgende week hebben we weer een persconferentie, dan zou het eventueel kunnen zijn dat we weer een dag in de week offline les kunnen hebben. En de vraag is dus wat jullie willen. Of jullie gewoon via Zoom zou willen houden, zoals we nu doen, of jullie graag het college willen op de campus. Dus ga even vragen wat... Kijk. Dus als jullie willen invullen, als het kan in april, willen jullie campus via Zoom. Zo, nou, het lijkt me redelijk duidelijk wat de meeste mensen willen. Er is natuurlijk altijd een mogelijkheid om live vanuit huis te kijken. Dus omdat je als je niet kan of in quarantaine moet, dan is dat mogelijk. Bovendien heb ik ook geen idee in welke zaal, of nou, ik weet wel in welke zaal zit. En volgens mij past het dan net of net niet als iedereen komt. Maar goed, niet iedereen komt toch. Maar het is altijd hybride, nu. Omdat het, als je je niet veilig voelt, dan is het altijd de mogelijkheid dat je je college gewoon online of online volgt. Ik weet nog niet precies hoe dat dan in zijn werk gaat, maar ik neem aan dat het via een mediasite wordt opgenomen en ook beschikbaar is na het college. En zo niet, dan neem ik gewoon wel alleen de slides en het geluid op. En zet ik het dan even goed op YouTube. Dus het is altijd offline beschikbaar. Zijn er dan een aantal vakken die het mogen? Persoonlijk heb ik dan liever statistiek, omdat ik daarmee moeite mee heb. Ik weet het niet. Ik weet dat mijn vak in ieder geval is aangemerkt als een vak wat offline zou kunnen. Aan het begin van dit kalenderjaar. Maar dat ging dus niet door. Dus ik neem ook aan dat dit vak dan weer online gaat. Offline gaat, als het kan. En ik weet niet hoe het staat met statistiek. Zou je een statistiekdocent moeten vragen of dat zo is. Ja, dat is of het een knel komt met andere vakken, dat is natuurlijk wel een punt. Omdat jullie hierna om 3 uur een ander vak hebben. Social media of vak van Ruud. Vak ben ik vergeten, maar hierna is het een track-specifiek vak. En we hebben afgesproken dat het of alles of niets is. Dus dat we dan alles of op de campus doen. Omdat je natuurlijk niet dit vak dan thuis kan volgen tot 3:15. En dan direct het vak daarna kan volgen. Dus het is inderdaad alles of niets. En als er dan een vak is, zoals bijvoorbeeld information design, per se online wil, dat we dan zorgen dat je ook ergens dat online kan bekijken vanaf de campus. Maar in principe is het alles of niets. Dus dat gaan we regelen. Maar ja, zoals het er nu voor staat, dan neemt de besmetting alleen mee toe. Dus... laten we hopen dat er versoepelingen er zijn. Maar dat is dus alleen wat wij ook zouden willen. Maar het hangt dus echt van de persconferentie af of dat kan volgende week. Laten we het hopen. Zou het wel eens leuk vinden om weer een student in het echt te zien. Moet ik mezelf scheren? Moet ik een broek aan? Maar goed, dat zien we dan weer. Grapje hoor. Maar waren we. Dus dat was de retorica in een notendop. En het leuke van retorica vind ik dus dat het in principe dus bedoeld is voor publiek spreken. Dus voor mensen die op een podium staan en iemand willen overtuigen. Zoals je politici nu nog soms ziet doen. Maar dat het dus ook heel goed toepasbaar is op televisiereclames en ook eigenlijk best wel goed toepasbaar op social media reclames. Omdat je daar ook te maken hebt met al die elementen van een goede boodschap. Daar ook te maken hebt met lobos, ethos en pathos.
Als je ziet dat zoiets wat eigenlijk, volgens mij, hoe oud is het nu? 2500 jaar oud. Dat het nog steeds best goed van toepassing is. Dus dat betreft de retorica van Aristoteles. Het tweede wat ik wil behandelen is dramatisme van Burke. En Burke was een beetje een vage wetenschapper. Hè. Burke was meer een filosoof. Meer iemand die gewoon meer ideeën poneerde. En redelijk vage stukken schreef. Dan iemand die echt wetenschappelijke artikelen schreef. En data verzamelde en zo. Dus alles wat je in dit hoofdstuk leest over Burke uit het boek. Of als je een samenvatting hebt, als je de samenvatting leest. Dat klinkt nogal vaag. En dat komt omdat het vaag is. Eigenlijk is wat je hier in dit boekhoofdstuk leest een soort van samenvatting, een destillatie uit al het geschreven werk van hem. Maar als je daar doorheen prikt en als je dus kijkt wat hij allemaal gedaan heeft, heeft hij daadwerkelijk iets goed bijgedragen aan retorica. Want wat hij heeft gedaan is hij heeft gezegd van ja, je kan het leven zien als een soort van drama. Dus als wij verhalen vertellen aan elkaar, zoals mensen dat al echt al doen voordat we het schrift uitvonden, dan vormen die verhalen die we vertellen, dan hebben die verhalen die we vertellen, bepaalde conventies. En bepaalde type verhalen hebben ook bepaalde type conventies. Weet je, bijvoorbeeld dat filmpje wat ik liet zien in het eerste college. Volgde de structuur van een soort van romantische comedy. Dus het begint, dan kom je iemand tegen, dat is hartstikke fijn, dan is het altijd een soort van drama, waardoor het weer inzakt, maar uiteindelijk eindigt iedereen tevreden. En dat is een conventie waarmee we zo'n romantische comedy vertellen. En zo zitten er ook heel veel conventies aan andere type verhalen, aan drama, aan actie en horror, heeft allemaal al bepaalde manieren waar ze zich moeten houden, om te weten dat het dat type verhaal is. En hij zegt, wij zien ons leven ook, wij zien wie wij zijn, hoe wij terugkijken naar ons leven, hoe we vertellen over anderen, zien wij ook in termen van die verhalen die we vertellen aan elkaar. Dus wij zien ons leven in termen van dramatische, en dramatisch betekent dus niet dramatisch, weet je, niet overdreven negatief, maar drama als in termen van een toneelspel. Dus wij zien ons leven in termen van toneelspellen en toneelrollen. En we vertellen ook op ons leven op die manier. Want dat is de manier waarop wij overtuigd worden van boodschap. Dat is de manier waarop we dingen onthouden en waarop we dingen kunnen overbrengen aan anderen. En dat is dus het dramatisme van Burke. Dus hij zegt, wij zijn... Het raakt erg aan symbolisch interactionisme dit. Hij zegt, mensen zijn dieren, maar die symbolen kunnen gebruiken. Als enige. Dat is niet helemaal waar trouwens, maar in zijn tijd nog wel. Dus mensen zijn dieren die symbolen kunnen gebruiken. En die symbolen die we gebruiken, in de vorm van taal, of in de vorm van geschreven boodschap, vertekeningen, die bepalen de manier waarop we denken. Kijk, dit is precies symbolisch interactionisme. En waar symbolisch interactionisme dus zegt, dat bepaalt ook wie we zijn, zegt Burke dus ook, naar de manier waarop wij symbolen gebruiken, er zijn bepaalde standaard manieren waarop wij die symbolen gebruiken. Er zijn bepaalde conventies hoe wij taal gebruiken, hoe we tekeningen gebruiken. En dat beïnvloedt dus ook hoe wij denken en hoe wij verhalen overbrengen. Derde wat hij gezegd heeft, dus wij zijn choice makers, dus wij moeten kiezen uit alle verhalen die we kunnen vertellen, hoe we het brengen, hoe we het overbrengen. Dus kortom, die assumpties die zijn, lijken echt sprekend over op symbolisch interactionisme. Maar het gaat in dit geval iets meer op hoe wij verhalen overbrengen dan meer wie we zijn. Hij heeft eigenlijk twee belangrijke dingen toegevoegd aan de retorica. Het tweede is Burke's Pentad en het eerste is identificatie. En identificatie is, ja, hij noemt dat de general, hij noemt de identificatie substance.
En hij definieert substance als the general nature of something. En ergens anders in zijn tekst als het antwoord op de vraag, wie ben ik? Dat is allemaal redelijk abstract. Maar je moet dat zien als wederom het shared field of experience. Dus identificatie in de retorica en het dramatisme van Burke is de overlap in substance tussen twee of meer mensen. Tussen spreker en publiek, tussen zender en ontvanger. Dus je hebt identificatie als jij snapt waar jouw publiek mee zit en hoe jouw publiek denkt. En als jij door middel van wat jij vertelt, wat jij de boodschap vormgeeft, dat jij dat op die manier ook over kan brengen. En dan heb je identificatie omdat je overlap hebt in substance, omdat je een shared field of experience hebt. Dus kortom, wat hij identificatie noemt, is eigenlijk het creëren van een shared field of experience door middel van retorica. En hij definieert dat in... Het heeft eigenlijk ook te maken met emotie en met argumenten, maar hij definieert dat voor het grootste deel in termen van geloofwaardigheid. Dus jij moet zorgen dat jij betrouwbaar overkomt op het publiek. Dus het raakt een ethos. En inderdaad, geloofwaardig overkomen is een hele belangrijke reclamestrategie. Dus dan, daar is ook vanwege waarom we George Clooney zien en waarom enzovoort. En een leuke was, vond ik, deze reclame van Wij Kopen Auto's, die ik een aantal keer in mijn opdrachten heb gezien. Ik zal hem even laten zien. Auto verkopen met wijkopenauto's.nl. 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 Bepaal de waarde van jouw auto gratis online en verkoop hem in een vestiging bij jou in de buurt. Wijkopenauto's.nl. En wat is jouw auto waard? Wij kopen auto's. .nl. Vreselijk. Maar is hij echt vreselijk? Dus er waren een aantal groepen die hebben gezegd... het is een slechte reclame. Maar er is ook één groep die heeft gezegd, het is een goede reclame. Dus nu in de opdracht, als het jouw groep was, zet het vooral erin. Als je niets met Wij Kopen Auto's hebt gedaan, probeer te redeneren. Waarom is dit een goede reclame? Zeg het maar. Ik heb een stokje water drinken, want ik stik. Oh ja, klopt helemaal. Niet helemaal waar ik op zoek naar was. Maar ja. Hij geeft hoofdpijn, dus hij blijft hangen. Ja, het is... waar ik naar op zoek was, voor mij heeft één team dat gezegd, is dat de mensen die je hier ziet, zijn normale mensen. Het zijn normale mensen die auto's kopen die niet... Het is best wel gek trouwens, want je ziet die prijs die op een gegeven moment hier onderin staat, die loopt ook niet al te ver op. Staat het ding tot 11.000 euro of zo. En dat 12.000 euro is niet zo veel. Het zijn gewoon normale mensen die je ziet. Nou, waar is een mens? Hij. Dus dat bedoelde ik met identificatie. Aan de ene kant is hij irritant. Aan de andere kant proberen ze ook normale mensen te gebruiken. En dat bedacht ik precies hetzelfde. Ze proberen normale mensen te gebruiken. En ze hebben een lage prijs voor die auto's. Maar tegelijkertijd zie je hier inderdaad... Audi, BMW. Volgens mij staat een Mini Cooper. Vervolgens raak ik Beetle erachter. En dan... Dat die blauw is volgens mij dan een Toyota. Maar het valt er wel mee. Is dat een Toyota? Ja, volgens mij wel. Dus dat slaat er helemaal niks op, inderdaad. Dus hij klopt niet helemaal. Het leuke is wat jullie zeggen. Dus enthousiasme en verre herhaling. Daar moet je me volgende week even aan helpen herinneren. Want dat is een hele bekende strategie. Die vaak gebruikt wordt als merken nieuw in de markt zijn. Dus denk aan Vinted
Wie kent het niet tegenwoordig? Fucking irritant, die reclames van Vinted. Maar hij heeft ook helemaal niet tot doel om leuk te zijn. Het heeft het doel dat het merk Vinted, dat we het merk Vinted gaan herkennen. Omdat ze een enorme marktintroductie doen in Europa. En omdat ze ook, wat heeft Vinted ook weer overgenomen? Een Next Closet of een... Help me even. Vinted heeft een overname gedaan. Ja, United Wardrobe. Next Closet niet, maar... Heeft inderdaad United Wardrobe overgenomen. Dus Vinted is nu best een grote speler op de tweedehands kledingmarkt. En die irritante reclames zijn gedaan om echt puur voor merkherkenning. Niet om leuk gevonden te worden, dus echt herhaling zodat je het merk Vinted kent. Daar heb ik volgende week nog een voorbeeld van met Vinted en Zalando. Sorry, je zijn nog steeds tegen die meneer aan te kijken. Ja, precies, cliffhanger. Is ook een voorbeeld van een overtuigingsstrategie. Dus identificatie is een belangrijk element. Dus eigenlijk wisten we dat natuurlijk al wel, maar omdat geloofwaardigheid met identificatie te maken heeft. Aristoteles heeft het al gezegd. Het heeft te maken met het shared field of experience. Maar Burke heeft dan echt gedefinieerd in termen van van substance en identificatie. En heeft daarmee ook een bijdrage geleverd aan de retorica. Dus dat is het eerste. En het tweede punt wat hij heeft bijgedragen is Burke's Pentad. En daar heeft hij later dus attitude ook aan toegevoegd, waardoor het geen Pentad meer is, maar een Pentad dat klinkt lekker, dus het is zo een beetje blijven hangen. En dat is de manier waarop je verhalen kunt analyseren. En waarop je kunt zien hoe verhalen in elkaar zitten. En dit is Burke Pentad. De meeste van jullie hebben het ook wel gebruikt als voorbeeld van uitleg van de reclame. Dus dat is een manier om te analyseren hoe de zender een boodschap probeert over te brengen op het publiek. En dat kun je toepassen op alle mediacontent. Dus op reclame, maar ook op films, op boeken. En het belangrijkste is te denken, als je het wil onthouden, aan Cluedo. Dus act, scene, agent, agency, purpose en uiteindelijk attitude zijn de elementen van een verhaal. Dus act is wat is er gebeurd. De scene is het waar en wanneer. De agent is de who. De agency is de how. De purpose is de why. En de attitude is later toegevoegd en hij heeft niet zo'n hele duidelijke betekenis. Dus de attitude wordt soms gedefinieerd in termen van purpose, maar dan echt een meer dieper liggende purpose. En soms wordt attitude gedefinieerd in termen van het waarom. Ik kan er niet op komen, maar op de volgende slide heb ik een voorbeeld. Dus dan kom ik nog meer voorbeeld van attitude. Maar het begon dus met die Pentad. En pas veel later heeft hij er attitude aan toegevoegd. Omdat hij zag dat die vijf dingen toch niet helemaal, alle mogelijkheden toch niet helemaal dekten. Dus dit is een manier waarop een verhaal, waarop je een verhaal kan inkleden. En ook elementen die je altijd terugziet in een verhaal. Gaan we even doen met een aantal voorbeelden. En Strato werd ook door jullie gezien als een voorbeeld van een irritante reclame. Dus ik ga hem even laten zien. En dan mogen jullie zeggen wat of jullie hier de act, scene, agent, agency en purpose uit kunnen halen. Dus denk even aan act, scene, agent, agency en purpose. En schrijf gewoon in de chat op wat je denkt dat hier deze elementen zijn. Domain, mail, website, hosting, server and more. Wicked, das gibt's also alles bei Strato? Ja klar, und da muss dann richtig viel Power rein. Und zwar so. Strato people, if you want a website, including mail and your name as a domain. Wow, was eine Performance. Wicked, yeah. Strato people, if you want a website, including mail and
ik vind het echt super grappig. Dus ik vind het helemaal geen slechte reclame. Misschien kan ik dat eerst vragen. Weet er iemand waarom ik dit geen slechte reclame vind? Antwoord 1 is mijn volslagen gebrek aan smaak en humor. Maar er is nog een andere reden waarom ik dit een goede reclame vind. Heeft iemand enig idee? Ja, precies. Spijker op zijn kop. Ja. Dus je weet ook precies hoe oud ik nu ben. Dus het is inderdaad Scooter 1, 2, 3 Techno. Nou, dat was niet van hem. Maar het is inderdaad... Het is voor mij jeugdherinnering. Dus ik heb het idee dat deze reclame ook echt gericht is op veertigers. En dat ze daarom Scooter hebben gebruikt. Omdat iedereen die mijn leeftijd is, denkt... Oh, Scooter, lachen joh. Dat we echt teruggaan naar de hardcore van de jaren 90. Dus Gavin, absoluut. Spijker op je kop. Dus voor mij... het is ook een leuk voorbeeld van identificatie. Want voor mij heeft die reclame dus veel substance. Die heeft veel overlap in wat die reclame zegt en wat mijn herinneringen zijn. Dus het heeft, dus voor mij heeft die veel identificatie. Maar een aantal van jullie die zeiden van... Ja, wat doet die oude Duitser in zo'n reclame? En dat is waarschijnlijk omdat jullie die Scooter niet kennen. Of wel kennen, maar geen warme herinnering aan hebben. Dus het is over een voorbeeld van een vreselijke reclame die afhankelijk van het publiek toch leuk kan zijn. Dus wat? Ik weet eigenlijk helemaal niet of het een goed voorbeeld is van Brooks Pentad. Maar zullen we kijken hoe ver we komen? Gaan we dat nog even doen? Wat is in deze reclame de act? Nee, wie is de agent? Laten we daarmee beginnen. Dus wie is de agent in deze reclame van Strato? Scooter, ja. Je kunt hem op twee niveaus lezen. Dus Scooter is de ene agent. En wie zou de andere agent zijn? Strato. Je kan verhalen altijd op verschillende niveaus zien. En vooral in reclames heb je een verhaal in de reclame. Dat je de Scooter is de agent die iets doet. Daar gaan we het zo over hebben. Maar als je een stapje hoger neemt, dan is de agent natuurlijk Strato die iets probeert te bereiken. Dat is inderdaad. Maar laten we het over Scooter hebben. Dus wat is wat probeert Scooter te doen? Domein te verkopen. Nou, where and when, niet zo van belang. How? Oké. Ja, door op te treden, door in te spelen op de doelgroep met het nummer en er doorheen te argumenteren waarom. Ja, inderdaad. Dus de how is in dit geval de manier waarop het ingekleed is. Dus door inderdaad in te spelen op de doelgroep, mij dus blijkbaar. En het waarom, het why, zit er dus doorheen. Dus je ziet hem argumenten als free email en ik ben weer vergeten wat. Dus dat het goedkope en goede webhosting biedt, is de why. Nou. Dus je kunt zo'n verhaal analyseren aan de hand van die Pentad en te kijken of al die elementen daarin terugkomen. Ja, als je het nu al vergeten bent, is het wel een goede reclame. Ja, je kan niet alles onthouden, hè? Daarom doen ze het ook veel meer keer. Hetgene wat bij mij is blijven hangen van al die stratenreclames die ik gezien heb, is dat het goede hosting is voor weinig. En ik denk dat het belangrijkste punt is. En dat is ook, dat zien we straks nog, dat volgende week nog terug in als ik vier verder ga met Fisher en het gaan hebben over Fidelity. Dan zie je inderdaad dat de reclame nooit op zichzelf staat. Dus dat herhaling en consistentie van verhalen.
dat dat ook een belangrijke manier is om een verhaal over te brengen. Dat is waarom de Jumbo-reclames al jarenlang hetzelfde zijn. Omdat het een consistent verhaal is, waardoor het beter blijft hangen. Denk aan even Apeldoorn bellen. Dan loop ik even iets vrij tot volgende week. Als je iets weet van journalistiek of van verhalen vertellen algemeen, dan zijn deze dingen, die Pentad, merk je dat het heel erg overeenkomt met wat normaal een verhaal is. Dus als je een journalistenopleiding doet, dan krijg je de 5 W's plus H van hoe je een verhaal vertelt. De who, what, when, where, why en how. En dat is altijd, en je leert het echt de les 1 van de journalistiek opleiding, is dat je die elementen in een verhaal moet stoppen. Dus dat lijkt heel erg op elkaar. En die Pentad kun je dus ook gebruiken om een verhaal in te kleden. Dus nieuws van eergisteren. Nederland gebruikt dat voorzorg, 2 weken geen AstraZeneca-vaccins. Daar zit dat how, when en zo, zit daar en why, het voorzorg, zit daar allemaal in. Dus dit is de manier waarop je een kop leert maken. En je kan die Pentad dus ook gebruiken om een verhaal op een bepaalde manier in te kleden. Dus die Pentad kan je gebruiken om een bepaalde hoek, zoals dat heet, aan een verhaal te geven. Om een verhaal vanuit een bepaalde manier in te steken. Of een verhaal vanuit een bepaalde manier te analyseren. En denk aan, als je een nieuwsbericht ziet op het nieuws van SBS6, van Je Hart voor Nederland. Of je leest hetzelfde nieuwsbericht in het Financieel Dagblad. De hoek die heel vaak gebruikt wordt bij Hart voor Nederland is de hoek. Is een human interest hoek. Dus je ziet dan altijd, weet je, dan gaan ze altijd naar een of ander gezin toe. En dan is het, meneer Smit uit Schubbekutteveen is geraakt door de gasboring in Groningen. En dan is er altijd eerst een verhaal, een menselijk verhaal. Dus dan heb je echt de hoe, wie is hier, ondervindt hier gevolgen van. En vervolgens gaan ze vanuit daar het verhaal in kleden. Maar je kan het verhaal ook vanuit een ander perspectief vertellen. Je kan het vertellen vanuit degene die de schuldig is. Je kan het vertellen vanuit de gevolgen. Je kan het vertellen vanuit het wanneer. Dus je kan die elementen vanuit die Pentad gebruiken om een verhaal op een manier in te steken. Dus je kan bijvoorbeeld de agent en de act nemen. Nederland gebruikt geen AstraZeneca. En dat als kop nemen. Je kan de agent en de agency nemen. AstraZeneca heeft tromboserisico. Of je kan kijken naar de dieperliggende gevolgen of de dieperliggende oorzaken. Agent purpose. Uitstel van vaccinatie zorgt voor wekenlange vertraging. En dus dat zijn manieren waarop je kan nadenken, hoe wil ik mijn verhaal inkleden? Dus wil ik me richten op degene die op meer het droge verhaal. Nederland gebruikt geen AstraZeneca. Is inderdaad gewoon echt de agency en de act, vrij neutraal. Agency and purpose is meer het onderliggende verhaal. Uitstel van vaccins zorgt voor wekenlange vertraging, waarmee je eigenlijk hetzelfde verhaal vertelt, met waarschijnlijk in het artikel dezelfde informatie. Maar door die insteek zorg je voor een heel ander type verhaal, met een hele andere manier van overtuigen. Dus die Pentad kun je dus gebruiken om een verhaal te analyseren, om te kijken of alle elementen die nodig zijn in een verhaal zitten, maar ook door je op bepaalde elementen te richten, het verhaal vanuit een bepaalde manier in te steken. En dat is waarvoor die Pentad heel vaak gebruikt wordt. En volgens mij ben ik dan zo'n beetje op aanbeland op waar ik aan wilde belanden, godzijdank. Dus deze, ja, ik heb die slide iets anders ingedeeld, omdat dit van veel beter past, Fisher, bij deze slides.
Maar de narratieve paradigma van Fisher wil ik volgende week behandelen. En dan ga ik volgende week in op een paar reclamewerkingsmodellen. En dat heeft enige overlap met resistance and persuasion. Maar ik wil het iets meer vertellen vanuit het perspectief van de reclamemaker zelf. En het iets meer eens hebben over reclamemodellen in plaats van overtuigings, meer vanuit sociaal-psychologische modellen. Dus volgende week gaan we verder met het narratieve paradigma van Fisher, wat eigenlijk gaat om het verhalen vertellen, wederom, en gaan we het hebben over reclamewerkingsmodellen. En dan ben ik volgens mij eindelijk eens op tijd klaar. Dus dat komt mooi uit. Dus vergeet niet het extended abstract in te leveren voor 5 uur als je het niet al gedaan hebt. En volgende week gaan we verder. Dus super bedankt voor nu en tot volgende week. Mm-hmm.